Ding, ding. Iedereen is al gebeld door je moeder, toch of niet? De notaris dacht zelfs dat je moeder er woonde. Iedereen heb je toch ook al afgebeld? Kom nou toch, man. Kom nou toch. Daar ben ik totaal nergens op slaan. Wat wil je dan wel? Nee, ik wil niks. Ik hoef niet verder met deze man. Houdt u haar mond even dicht? Dat was echt de druppel. Meneer moet niet zeuren. Dan kan met jou geen kant op. Kun je nog meer, liefde? Oh, weg. In het dorpshart van de Willep is een nieuwe woonwijk gebouwd. De projectontwikkelaar noemt het Hofstedenwoningen. En in dit geval betekent dat vier kleine huisjes die op een rij staan naast de kerk. En bij elke woning hoort één parkeerplaats. En dat levert nou net het probleem op. Want een paar bewoners hebben een tweede auto. En waar moet die dan staan? We wonen hier met z'n vieren, op een rijtje. Per huis hebben we een carport. We hebben naast de carport hebben we nog twee parkeerplekjes. En daar willen wij ook gebruik van maken. Dat is mijn autootje. Met een beetje goedwil kun je er meerdere auto's kwijt. Zelfs daar, vind ik, zou nog een klein autootje kunnen staan. Geen probleem. Hij stond aan de deur. In al die tijd dat hij aan het klussen was, had hij zich nog nooit voorgesteld. Ja, als ik met één iemand voor het eerst tref en ik zeg, praat met me, dan ga je niet meteen vragen van, wat voor tegeltje heb je in de wc hangen. Dat is, dan ga je eerst andere dingen bespreken. Neem ik dat mensen, zo zit ik in elkaar. Ik gaf hem mijn hand voor zo van, ik ben die en die. Ja, ik wil daar maar vier auto's hebben staan. Zo begon het al. Nou ja. Als daar auto's geparkeerd staan, dan is dat gewoon een belemmering voor die laatste carpoolplaats. Je komt daar niet fatsoenlijk gedraaid als je achteruit de carpoort uitkomt. Als je achteruit rijdt, dan moet je moet hem rechts achteruit weg kunnen steken. Nou zal ik even helemaal achteruit draaien. Je moet die auto kwijt kunnen aan de achterkant, rechtsachter. En dan kun je linksom wegdraaien. Als daar twee auto's staan, dan gaat dat niet lukken. Dus dan moet je, misschien één keer, misschien twee keer. Kijk, je krijgt hem er altijd uit. He? Als je maar lang genoeg heen en weer rijdt, een beetje naar links, een beetje naar rechts, totdat je vrij bent. Nou, dan gaan we er ook nog vanuit dat het kleine auto's zijn. Als je van een gemiddelde middenklasse uitgaat, en ik denk dat dat reëel is, dan wil ik wel eens zien iemand die hem uit die vierde kapelplaats eruit krijgt en fatsoenlijk weg kan rijden. We zijn met z'n allen vier bij elkaar geweest. En dus toen zijn we op een conclusie gekomen dat we als er één klein autootje zo dicht mogelijk tegen de garagedeur aan en tegen de wand aan, zeg maar, dan zou ik ermee kunnen leven. Dat zouden we proberen. Ik zei, maar er was een probleem. Ik zei, mijn vriendin heeft een auto en jullie hebben een auto. Toen duurde het een paar dagen en toen was mijn vriendin eerder. Dus toen kwam zij thuis en zette me zo naast. Ze wil gewoon eigenlijk een privéparkeerplaats voor haar hebben. Voor haar autootje hebben. Hun zeggen dat ik gezegd heb, ik mag alleen staan. Al maken ze de 10 parkeerplaatsen, dat zal onze zorg zijn. Maar dan is die voor iedereen. Ik streef er juist naar dat iedereen daar mag staan. Ja. Ik eigen me het niet toe. Hij houdt zich vast aan hetgene wat hij wil. Ja. En dat is een punt waar we, daarom komen we er niet over uit. Ik ben het van het begin af aan al niet mee eens geweest dat daar überhaupt auto's zouden staan. We hebben geprobeerd te overleggen, maar ja, als jij elke keer bij iemand anders een ander verhaal vertelt, ja, wat moet ik dan met jou overleggen? Want dan verdraait het toch. Waar ik het meest boos om word, is dat ze zeggen dat ik mijn afspraak niet ben nagekomen. Er is geen afspraak gemaakt. Als er iemand is die zijn afspraken nakomt, ben ik het wel. Maar goed, dat weten de mensen die mij kennen en dat vind ik ook het belangrijkste. Ik vat het echt op als heel kinderachtig en gewoon dwars willen liggen. Als je dat na één gesprek al zo kunt zeggen dat ik niks te bereik ben en dat ik niks vraag, zeg maar, dan. Ja, dat is wel heel snel niet. Rijdende rechten waar eisen dat er overal geparkeerd mag worden op de mandelige weg, zolang we de boel maar niet blokkeren. Nou, welkom hier in de studio.
Wonen jullie daar zo prachtig in de Willep? He, de Hofstedenwoning, en hebben jullie gelijk al een conflict? Dat lijkt me gewoon niet gezellig. Hey. Niet echt, nee. Nee, toch? Nee. Maar jullie lachen erbij. Ik bedoel, dat lijkt me echt... Ik bedoel, ja. Daar zit je gewoon niet te wachten, toch? Nee, oké, okay, het is wel een conflict, maar het is ook wel niet zo dat we elkaar niet meer kunnen zien. Zo erg is het ook niet. Dus, Nee, maar het is ook weer zo dat jullie er niet samen uitkomen en dat jullie dat hier bij de rijdende rechter moeten uitvechten. Ja, helaas wel, ja. Ja, dat was niet de bedoeling, maar... Op het moment dat hij die twee parkeerplekken zijn eigen carport leeg liet staan, toen heb ik gezegd, oh, laten we het maar doorgaan. Ik ben wel van tevoren gebeld door jullie, van als jullie willen. Maar toen hebben we het eerst afgewacht en pas ja gezegd op het moment dat hij heel kinderachtig twee auto's daar begon neer te zetten. En zijn eigen plekje leeg liet. Ja. Oh, dat is misschien ook wel een beetje pestend bedoeld, of niet? Nou, dat of niet. Zien... Nee, maar dan, als het een parkeer... Waarom deed je het dan? Want dat is natuurlijk wel een statement. Nou, ja, een parkeerplaats is een parkeerplaats. Dus als ik dan in mijn carpool moet wezen, dan kan ik mijn auto daar ook gewoon neerzetten. Ja, maar dat deed je niet. Je zette bewust die auto dan daarnaast neer. Nou, dat gebeurde, omdat er was geen auto. Er stond een auto. U gaat antwoord geven, nee, sorry. Ja. Ja, er stond een auto van zijn vriendin stond daar. Hè, want zo is het eigenlijk gekomen. Eerst stond haar auto er, ja, prima. Ja, precies, maar had hij de auto, had hij onder in de carport staan. Toen kwam zijn vriendin, die kwam thuis. En er stond geen auto, dus die zet daar die één auto neer. Nee, maar zij zeggen net wat anders. Zij zeggen hij heeft bewust zijn eigen auto... Dat is later gebeurd, hè? Ja, maar daar wilde ik dus een antwoord op. Want dat kan een beetje provocerend overkomen. Nee, maar bedoel, je moet... Zoals het ontstaan is, waarom heeft hij de auto dan neergezet? Hij heeft die auto dan neergezet. Eerst stond haar auto, klaar. Dan kende er niemand meer. Eén auto hadden we afgesproken. Dus toen komt zijn vriendin thuis, die zette de auto neer. Er stond er één auto, dus geen twee auto's. Dus dan komt de buurvrouw thuis en die zet hem ernaast hier. Toen stonden er twee auto's. Nou, dat hadden ze niet afgesproken. Nee, maar wat even de vraag was, er is kennelijk een situatie geweest waarop jij hebt gedacht van, nou weet je wat, ik zet mijn auto ook op die parkeerplaats en die andere er ook naast, waardoor dus jouw plek onder de carport leeg was. Ja, maar dat is, zij wil graag een parkeerplaats maken, dus dan mag iedereen van de bewoners mag daar parkeren. Maar dat is dan toch een beetje een soort van statement maken. Ja, waarom is het een parkeerplaats toch? Het is kinderachtig gedoe. Ik vind het echt kinderachtig. En dat is de reden geweest waarom ik jullie erbij heb gehaald. Als je zo kinderachtig met elkaar om moet gaan. Ja. Het was al in werking gesteld na die eerste avond. De rijdende. Ja? Hou jij lekker vast aan je eigen dingen, want wat ik zeg... We komen er toch niet over uit. Ja. Dus, Hoe is dat voor u? Want uw zoon heeft dan zijn eerste huis gekocht en dan krijgt hij gelijk al dit soort problemen op zijn dak. Ja, nou, dat is niet leuk natuurlijk. Daar zit je echt niet op te wachten. Nee. Je probeert dat gewoon in harmonie op te lossen. Alleen, ja, hoe je het ook bent of keert, het hindert gewoon. Hm. Vandaag hebben ze een klein autootje. Hè? Dat heb ik in het filmpje ook al gezien. Dat heb ik gehoord, inderdaad. Ja. En, vandaag is het klein, volgende wordt het een wat grotere auto. Dan parkeren ze hem een keer niet helemaal strak. En dan, ja, wat moet je dan? Moet je dan, als je dan s'nachts of s'avonds thuis komt, of s'avonds laat, of s'morgens vroeg, moet je dan eerst de buurman bellen en zeggen, jongen, kom, zet je auto eens even goed, want die kan er niet uitkomen. Maar ja, je gaat je afvragen, bij wie komt het hele probleem dan vandaan? Oh. Komt het bij Erwin vandaan, of hebben zijn ouders er problemen mee, omdat die zich overal ermee bemoeien? Oké, dus eigenlijk zeg jij nu van, nou, die vader is misschien wel... Ja, weet ik niet. Ja, misschien. Ja. Weet het niet. Dat is natuurlijk nogal... Ik vraag me af of Erwin in zijn eentje ook zo'n probleem van had gemaakt. Dat vraag ik me af. Nou, had je er in je eentje ook? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ik vond het zelf wel storend dan elke keer... achteruit helemaal de afrit af moeten rijden, dus. Nou, er zit gewoon duidelijk wat was. Maar even voor de duidelijkheid, kunnen jullie gewoon niet ergens anders die auto neerzetten? Ik bedoel, er is volgens mij genoeg ruimte. Je kunt hem in dat straatje zetten, dan moet je een stukje lopen. Is dat zo'n probleem? Nou, in principe niet, maar wij denken van, nou, als daar plekjes over zijn, waarom kunnen we daar geen gebruik van maken? Ja, wij zagen het probleem niet echt waarom het achter het huis niet gewoon zou kunnen. Nee, maar door dit allemaal zo op te laten lopen, hebben jullie wel... De sfeer is natuurlijk niet beter door geworden. Nee. Nou ja, meester Visser die stapte in de auto om te zien hoeveel ruimte er is om in en uit te parkeren. Goedemiddag. De hele straat is er. Dag. U bent de deskundige vandaag, welkom. Ja, en dit is het probleem dan. U zegt, ik kan zo niet uitparkeren. Nou, ik vind het een belemmering om hier achteruit in te steken om naar vooruit de erft af te kunnen. Dat is duidelijk. Nou, zet hem er maar eens uit. Oké, dan moet ik me ook voorstellen. Het is niet altijd zo'n mooi licht natuurlijk, in het donker.
Nou, vlot en handig. Eén keer steken. Want ik wil het eigenlijk zelf ook even proberen met onze rijdende rechterauto. Moet deze auto even uit de weg? En nou ja, als dit in de hoek kan ook, ja. Ja, zet maar even de hoek daar. Dan moeten wij eerst die erin zitten. Dan gaan wij proberen om er nu uit te krijgen. Stap ik eventjes uit. Ja, kom maar. Kom maar. Hij is eruit. Ja, is goed zo. Wij kunnen het. U ook. Maar u vindt het lastig. Ja, ik vind het een belemmering voor in- en uitparkeren. En het zijn gevaarlijke situaties die het opleveren. Ja. Hoeveel ruimte hebben we dan? Tot hier. Het zou een normale parkeervak zijn. Maar dan reken je wel vanaf de wand. En dan kun je dus niet je deur open doen. Want als meneer zijn auto zo neerzet, kan die er alvast niet meer uit. Nee, als meneer dan. Die auto is vast op vriendin. Ja, oké, maar wie die ook is, die auto kan er dan niet uit. Ja, en dan aan deze kant van de band. Ja, dat kan dus niet. Nee, dit is de maatvoering voor het vak. Kijk, de auto in dit geval is kleiner. Maar als er een grote auto staat, dan heb je inderdaad meer ruimte nodig. Ja, ja, maar goed, deze auto is een stuk korter. Nee, met de officiële maatvoering voor een parkeervak, volgens de norm... Voor een parkeervak, dan kom je niet aan. Niet. Maar nu heb ik een vraag. Waarom moeten die auto's hier staan? Ik zie een enorme parkeerruimte. Dit is de ruimte van de kerk. U bent de koster. Ik ben de koster. Ja. Helemaal leeg. Ja. Nou wel. En op zondag? Op zondag is het redelijk bezet. Daar kunnen ze toch de rest van de week de auto hier neerzetten? Het is privé, hè? Hier loopt de scheiding van de kerk. Het is allemaal één. Ja, maar het is, iedereen kan er gewoon op? Ja, maar ik kan ook wel afsluiten. Ja, maar het is nu wel openbare weg geworden, denk ik, inmiddels. Als het zo lang lopen is. Dan kunnen hier zo'n dik 50 auto's staan. Ja. Die staan er nooit, natuurlijk. Nou, dat weet je nooit, hè? Met begrafenissen. Ja. Ja. Ik heb het hier eigenlijk wel gezien, u ook? Ik heb het gezien, ja. Ik kan mijn oordeel vormen. Dan gaan we naar het theehuis toe en dan gaan we daar over de zaak verder spreken. Ja? Ik zie u straks terug. Dag. Op zich is er dus best genoeg ruimte om te parkeren en om een extra auto kwijt te kunnen. Maar ja, wie mag daar dan staan? Wie het eerst komt? Wie het eerst maalt? Welkom, we zijn hier in Bakkerveen. U bent allemaal eerste bewoner. En u heeft allemaal ingeschreven en gekocht nostalgische hofsteewoningen. Wonen in de sfeer van toen met het comfort van nu. Ja. Ja. Nou, dat is het ook. En dan zie ik op de folder allemaal gelukkige mensen. Hoe kan dat nou zo verkeerd gaan? Ik bedoel, hier moet je er gewoon samen uit kunnen komen. Blijkbaar niet, hebben we geprobeerd. Maar nee. U zegt, tenminste dat heb ik gelezen, dat u er wel uitgekomen bent. Ja, we hebben het over gehad en we hebben gezegd dat er een klein autootje zou... eerst een klein autootje, één klein autootje, dat zo dicht mogelijk tegen de berging aan zou komen. Dat hadden we zo afgesproken, dacht ik tenminste. Maar dat is dus blijkbaar, hun vinden dat dus niet dat het afgesproken is. Nee, ik kan je vragen aan mevrouw Bakker en aan Simone dat dat niet is afgesproken. We zouden er later over terugkomen. Ja. Toch? Kunt u vragen. En voor mij, jouw vriendin heeft dat ook gezegd. Van, zullen we het later over terugkomen? Ja. Nee, we zouden het eerst proberen met één klein autootje tegen de hoek aan. Mevrouw Veestra, is daar iets afgesproken? Nee, daarover is niks afgesproken. Nee. Maar we zouden er op een later tijdstip in het begin, volgende week destijds doen, zouden we dus weer opnieuw bij elkaar komen. Maar wat is, was er zo ingewikkeld aan dat het niet is toch niet de formatie van een nieuwe kabinet of zo? Ik bedoel, nee, we kwamen er gewoon niet uit. Een voorstel? Ja, nee, we kwamen er gewoon echt niet uit. Nee. Maar wat was er zo verkeerd aan dat voorstel? Gewoon één autootje en dan... Nee, dat hebben we niet voorgesteld. Dat werd op een gegeven moment door Hielke voorgesteld, door Simone de Vriend. Ja. Hun zijn niet met dat idee gekomen. Hun hebben geen oplossingen geprobeerd te zoeken. Oké, maar dat was een voorstel. En daar zijn ze mee akkoord gegaan. Ja, nee, dat is niet waar. U was er niet bij. Het een beetje heftig op. Ja. En toen zei jouw vriendin, zei van, laten we er later over terugkomen. De sfeer werd niet leuk, begrijp ik? Nee.
hoe moet ik me dat voorstellen? Er werd door elkaar heen gepraat, mensen lieten elkaar niet uitpraten. Nou. Oké, en een beetje bekvechten? Ja. Nee, dat is niet goed. Dan kan je beter stoppen even. Uw vriendin, Yvonne Veenstra, die is hier ook vandaag? Werd dat een heftig gesprek? Nou, het was op zich wel, op een gegeven moment was het wel niet heel gezellig meer. Nee. Dus toen zijn we met opzet over iets anders begonnen. En toen, even later, ben ik er weer op teruggekomen. Oké, en nou wel of geen afspraak gemaakt? Ja, naar mijn idee wel. Dat er geprobeerd zou worden met één kleine auto. Mag ik ook nog iets zeggen? Toen wij die vergadering hadden, toen had zij de auto bij de kerk staan. En ja. Op een gegeven moment stond die auto niet meer bij op het parkeerterrein van de kerk. Maar werd het dus daar neergezet. Dus ja, want ja, de kerk, hè? Ja. Ik bedoel, aan een boom zo vol geladen mist men 1-2 parkeerplaatsen niet. De kosten hield op 50, maar volgens mij kunnen we 100 auto's kwijt. Ja. Maar de kosten wil niet dat u daar parkeert. Ja. Dat u beslist neemt omdat het eigen terrein is, zegt hij. Ja. Ik heb zo het idee, als u zich allemaal aanmeldt voor de kerk, dat u allemaal parkeert. Ja. Soms moet je... Ja. Toch? We kunnen om allerlei redenen lid worden van de kerk. En je weet nooit hoe de wegen gods gaan. Dus dat, ja, ik heb de akte van de notaris in Maardum. En die verwijst naar een aan deze akte te hechte situatietekening. Maar, staat erachter, welke tekening niet is bedoeld te worden ingeschreven. Met andere woorden, ja, daar kun je eigenlijk geen recht aan ontlenen. Mm-hmm. Okay. Dat vind ik wel vreemd dat ze toevoegen. Dat zorgt voor verwarring. Ja. En dan kijken we verder naar de mandeligheid. Heeft de notaris heel precies opgeschreven. De mandelige weg is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als in- en uitrit- en toegangsweg. De weg mag voorts op geen enkele wijze worden geblokkeerd. En daar valt over te twisten of je het blokkeert of niet, toch? Daar kan je over twisten. We hebben vandaag hier ingenieur Robert Ruis. Nou, wat vindt u ervan? Nou, aan een bepaalde breedte van een parkeervak hoort een bepaalde breedte van een parkeerweg. En in dit geval is dat hele gebied bedoeld om te manoeuvreren. En als je daar een parkeerplaats zou maken, die auto's die wij daar vanmiddag zagen staan... Ja. Dan steken ze voorbij de carport. Ja. Uit mijn hoofd 1,35 meter. Ja. En de parkeerplaatsen van 4,5 meter. Nou, ik kan bij Albert Heijn en de Lidl kan ik plekken opnoemen die geen 4,5 meter zijn. Zoals die meneer dus net zei toen wij daar bij de carport waren. 4,5 meter. Maar Lidl is natuurlijk ook een goedkope winkel met kleine parkeerplaatsen. Ja, precies. Maar Albert Heijn heeft nog veel kleinere plekjes. Ja, maar die moet ook weer op de kleintjes letten. Steken. We kunnen wel een tijdje door gaan. Ja, dus, daarom. Nee, dat is helemaal waar. Ja, ja. Maar ik ben maar een beetje zorgen hoe het nou verder moet. Het was zo gezellig. Het ziet allemaal zo idyllisch uit. Het is nog steeds gezellig, hoor. Vindt u? Ja, ik vind het gezellig. Ik heb nog nooit zulke gezellige buren. Ja, maar eentje valt er al buiten. Ja, maar ja, dat ligt niet aan mij. Nee. Ik hoor iemand lachen. Het ligt niet aan mij. Is er iemand die er anders over denkt? Ik ben de tante van Erwin. De tante? Ja, ik vraag me af. De 21ste is een afspraak gemaakt omdat er dan één auto zou staan. Maar wanneer bent u benaderd? Nou, dat zou ik niet weten. De 21ste, neem niet kwalijk dat ik mijn agenda niet bij de hand heb. Ik denk dat ik inmiddels op de 22ste, zou het niet zo zijn? Oh. Jullie zouden nog op terugkomen. Dus dan neem ik aan dat er dan overleg wordt gemaakt. Ja, oké, is duidelijk. Ik hoor iemand achter in de zaal zeggen, de tante van Erwin... Als jullie het later op zouden terugkomen, is het wel vreemd dat je de volgende dag al naar de rijdende rechter... Ja, maar iedereen probeerde informatie in te winnen. Zijn moeder heeft ook de notaris en iedereen gebeld. Nou, ik vind het wel apart als je de 21 om tafel zit, dat je de volgende dag meteen de rijdende rechter belt. Jij doet geen aparte dingen waar je zegt. Nee, ik bel geen rechter meteen als iets niet wil. Iedereen is al gebeld door je moeder, toch of niet? De notaris dacht zelfs dat je moeder er woonde. Iedereen heb je toch ook al afgebeld? Kijk, toen was er al bekend dat de rijdende rechter ingeschakeld was. Dus wij wou ook informatie inwinnen. Dus... En dat van mij was geen informatie inwinnen dat ik de rijdende rechter bel. Mevrouw, wie bent u? Ik ben de moeder van Erwin. Ja. En ik heb gevraagd aan de notaris of hij me uit wou leggen wat in de akte stond. Omdat wij er altijd vanuit waren gegaan dat er niet geparkeerd mocht worden. Ik heb verder niemand gebeld, alleen de notaris. Ook de makelaar. De makelaar, ja. Want ik ben vanmorgen bij de makelaar geweest. Het heeft van haar dat zijn moeder belt. Nee, hij woont daar toch zelf? Ja, maar dan gaat het toch niet om. Dokters ja, wonen, of niet? Bootjes doppen. Ja, maar daar gaat het toch helemaal niet om? Ik bedoel, ja, zelf wel. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Kom dan zelf op voor je principes en haal niet je hele familie erbij. Daar willen jullie niet mee te bemoeien, volgens mij. Nou. Maar heeft u het idee dat u niet tegen erop kan? Hoezo? Nee, voel me af. Nee, daar heb ik geen probleem mee, hoor. Maar het gaat er gewoon om het hoe het is gegaan. Want nadat dus de Rijn de rechter heeft gebeld, is Yvonne nog aan haar deur geweest. En toen hebben ze gezegd, dan gaan we met z'n allen naar de notaris.
Maar dat hoefde blijkbaar niet meer, want je had de Rijnrechter al ingeschakeld. We zouden helemaal niet met z'n allen naar de notaris. Zouden we met z'n allen... Sorry hoor. Nou, dat is steeds gekker. Maar nu zit hij allemaal gezellig bij de rijdende rechter. Ja. Ik ga maar eens over de zaak buigen. En dan zal ik binnen niet al te lange tijd laten weten wat ik van de zaak vind. U woont zeg maar aan het einde van dat straatje, van die vier huizen. Ja, dat klopt. Maar u heeft het even goed aangepakt met die parkeerplaats. Ja, ik heb gelijk een nieuwe parkeerplaats erbij laten maken. Want ik heb een eigen auto en ik heb een lesauto. En die wil ik dus niet aan de weg hebben staan. En daarom heb ik die parkeerplaats daar aan laten leggen. Want u voorzag al dat probleem? Of, Nee, maar ik dacht, ik wil die auto daar op een veilige plaats hebben staan. Dat ik er in ieder geval die lesauto ook onder ogen kan houden. Ja. Want het is natuurlijk voor een projectontwikkelaar ook best gek dat er maar ruimte is voor vier auto's als daar inderdaad vier kleine gezinswoningen gebouwd worden. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik heb gewoon gedacht van direct toen ik dat huis kocht, van ik laat daarvoor op mijn eigen erf nog een parkeerplaats maken. Ja, en u heeft aan die zijkant ook een groot raam laten inbouwen. U kijkt dan uit op de straat. Ja. Stel dat er inderdaad gewoon geen uitkomst komt daar bij die carport, van hoe ze die auto's moeten parkeren, dan bestaat de kans dat ze dat natuurlijk op die straat gaan doen voor uw raam. Ja. Ja, en dan ben ik natuurlijk benieuwd. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik bedoel, als ik er alle dagen auto's voor de deur heb staan, is het natuurlijk ook niet gezellig. Maar die kans is natuurlijk wel aanwezig. Die kans is aanwezig, ja. En ja. Wat gaat u er dan tegen doen? Nou ja, dan zal ik dat wel voor lief moeten nemen. Ja. Ja, heeft u nou ook een conflict en komt u er samen niet uit? Parkeer uw probleem dan bij ons, want wij helpen u gewoon heel erg graag. U kunt ons bellen, u kunt ons mailen en u kunt natuurlijk ook naar onze site gaan. Eerstehulpbijrecht.nl en daar kunt u uw stem uitbrengen op de uitspraak. En dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar deze uitspraak. Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak tussen Edwin Baks en zijn buren. Ja, bij de notaris is vastgelegd dat de Mandelige weg is bestemd als in- en uitrit. En dat de toegangsweg op geen enkele manier mag worden geblokkeerd. Dat op de situatietekening nog twee P's staan ingetekend, brengt daaraan geen verandering. Want de gebruiksregeling die ligt vast in de notariële akte zelf. Baks heeft daarom gelijk als hij zegt dat parkeren buiten de carports niet is toegestaan. Echter, daarmee is het pleit nog niet beslecht. Want nu er inmiddels moeilijkheden zijn gerezen over het parkeren ter plaatse, zou ik op grond van het bepaalde in artikel 168 lid 2 van het derde boek van het burgerlijk wetboek een andere regeling kunnen treffen als ik dat nodig vind. Maar ik vind dat niet nodig. Want om te beginnen is er volgens de algemeen aanvaarde normen eigenlijk onvoldoende ruimte om buiten de carports te parkeren zonder enige hinder te veroorzaken. En bovendien moeten we wel even reëel blijven. Er is geen parkeerprobleem ter plaatse. Er is geen enkele noodzaak om nu een maatregel te treffen, want in die directe omgeving is ruim voldoende parkeergelegenheid. Voor recht wordt daarom verklaard dat parkeren buiten de carports niet is en niet blijft toegestaan. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, het lijkt erop alsof jullie gewoon je eigen parkeerplek hebben verspeeld. Ja, het is niet anders dan wel een beetje duidelijkheid nou, ja. wat we moeten gaan doen. Maar dan moeten jullie hem ergens anders neer gaan zetten. Ja. Gaan jullie nu met z'n allebei Imkje voor de deur staan? Geen idee. Het mag gewoon, dus binnenbouw er komt. Dus dan mag je gewoon je auto parkeren. Dus daar gaan nu alle auto's staan? Voor het raam van Imkje? Nou, daar gaan we wel rekening mee houden natuurlijk. En hoe gaan jullie nou werken aan de gezellige sfeer in het straatje? Een barbecueetje of zo. Een barbecueetje? Er was al een beetje het barbecue geweest. Ja. Erwin zorgt voor de kip. Kan. Dat kan. Gebeurt zeker. Ja, jullie gaan er nog even een poging uiteraard aan wagen om er iets leuks van te maken? Wel hoor. Jawel hoor. Nou, dat vind ik dan toch een fijne manier om af te sluiten. Ik hoop dat jullie er ook aan houden. Dit was de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.
Heb ik ook tegen Erwin gezegd. Ik zeg, je moet gewoon blijven praten. Ik zeg, je moet gewoon blijven praten. Je moet niet met de kop in de winter. Nee, ik zeg, wat... Nee, toen ik je hebt een hartstikke... Ja, je bent hartstikke...